U zei het net, hè? Niemand doet het goed, de politici, de virologen. Heeft de woede, de agressie ten over bijvoorbeeld virologen u verbaasd? U heeft er ook zelf heel veel mee te maken gehad? Ja, ik zou liegen wanneer ik zou zeggen dat dat niet zo zou zijn. Want dat hoort ook niet. Mensen zijn zo dapper wanneer ze anoniem zijn achter hun klavier en schrijven dan de meest verschrikkelijke dingen. Mm-hmm. En wanneer je dan gaat kijken van ja, wie zijn die mensen, dan zijn dat soms heel lieve opa's op die fotootjes met kinderen. En, mm-hmm. en dan komt daar de meest gore praat uit. Dat ziek. Ziek? Ja. Politici bijvoorbeeld ook, uw collega's. Het is niet te geloven. Wij ook hoor, wij krijgen ook. Ik geloof dat ik, als er weer een coronadebat staat, de laatste keer had ik iets van 2000... Ja. Mails met grote scheldpartijen. Duizenden e-mails. Eerste Kamerleden, Tweede Kamer. Het maakt niet uit wat je zegt. Nee. Laat ik benadrukken, sommige e-mails zijn heel fatsoenlijk en uit een vorm van ongenoegen. Maar er zitten er ook echt wel e-mails tussen. Ja, ik kan er tegen, ik gooi ze meteen weg. Maar ik heb wel echt collega's die zich onprettig voelen. Die ook op een onprettige manier naar hun werk gaan. In dit geval dan de Tweede Kamer. Mm-hmm. Omdat ook daar buiten demonstranten soms lopen. En het is niet erg om je ongenoegen te uiten. Maar blijf dat op een fatsoenlijke manier doen. Er zijn mensen die dag en nacht bezig zijn om dat virus uit te bannen. Die bezig zijn om goede regelingen te maken voor ondernemers die getroffen zijn. En dan dat gescheld landverraders en dat soort dingen. Ja, dit is wel echt een van de ontzettend negatieve consequenties van social media. Ja, absoluut. Ja. Want die mensen, weet je, het ergste is dat ik het soms die mensen niet eens kwalijk neem, want ik vrees dat ze geen ander nieuws zien. Die lezen alleen maar de dingen in social media. Die zitten dankzij de algoritme in een bepaalde bubbel. En dat is vreselijk. En richten zich dan ook, en dan ga ik weer naar Mark van Hans, bijvoorbeeld op het journaal. Jullie moesten dit jaar de markeringen van je satellietauto's en reportagewagens halen, omdat de verslaggevers op straat zo bedreigd werden. Ja, en de mensen die in die wagens zitten gewoon van de weg werden gereden, bij wijze van spreken. Ja. Nou, bij wijze van spreken, dat is echt gebeurd, geloof ik. Het is echt verschrikkelijk natuurlijk. Ja, en het is natuurlijk corona een soort katalysator, hè? Want het was er al. De toon was al hard. Het was al dat wij bij boerenprotesten stonden, bijvoorbeeld. Mm. En dat een collega van mij deed alsof hij live op zender ging, terwijl een ander echt op zender ging. Nou, tegen de tijd dat je dat doet als journaal, is er wel iets aan de hand. Maar corona heeft het wel erger gemaakt. En dat is waarschijnlijk inderdaad omdat mensen veel meer thuis achter dat toetsenbordje zaten. Maar niet alleen, want niet alleen achter dat klavier, zoals u het zo mooi noemt, anoniem. Maar dat is ook in Nederland ontzettend groot nieuws, dat Jurgen Konings, een oud militair. Ja, maar die zat achter u aan, u persoonlijk. U moest onderduiken met uw familie, omdat hij u iets aan wilde doen. Ja, die stond met zijn wagen voor de deur van mijn huis. Nu, ik was toen al thuis, dus hij stond mij op te wachten. Maar ja, bon, ja. Dat is niet grappig. Nee, dat is inderdaad niet grappig, duidelijk niet. Want dan die virtuele wereld, die komt dan de echte wereld binnen. En dat heb je liever niet. Maar dat is altijd het gevolg. Je gaat honderden mensen hebben die oproepen tot die doodsbedreigingen. Ja, die dat kunnen wel plaatsen. Maar dan heb je er altijd eentje die denkt van ik ga de wereld redden. Ja. En ik ga die moordenaar en die pedofiel, die ga ik gewoon afschieten. Die heb je ook. En diegenen die ervoor oproepen, die dragen geen enkele verantwoordelijkheid. Zoals een sneeuwvlokje nooit verantwoordelijk is voor een lawine. Moeten we het nog hebben over de dansleraar? Of vindt u elke woord wat aan hem besteden te veel? Ik vind die man passé. Passé.